hallo allemaal ik ben Joënio en welkom bij deze speciale video zoals je ziet zet ik niet op pro cycling manager maar op het twitter account van tour de france videogames en uh, dat is omdat we hier een nieuwe tweet hebben gehad deze week en uh, zoals je ziet uh, Wordt er een competitie georganiseerd door uh, de, ja, de Franse videogames, de, ja, de Pro Cycling Manager Games. En uh, het is samen met SEC Racing Academy, de wielerploeg, de Nederlandse wielerploeg, de continentale ploeg. En uh, het is het eerste officiële esports event in Pro Cycling Manager, de SEC PCM Cup. En uh, als we dan even klikken op die linken hier, uh, information en rulebook. Dan staan de regels hier. En uh, als we dat eens snel nou zien, dan zien we dat het op zaterdag 4 mei zal plaatsvinden. De hele dag, waarschijnlijk. Het toernooi begint om 1 uur, Central European Time. En uh, dan uh, is er een pauze om 6 uur. En de finale start dan op 8 uur 30. Als we eerst eens doorspoelen naar de prijzen. Dan zien we voor wat je kan spelen. En ja, het heeft natuurlijk te maken met de ploeg, de SEC Racing Academy ploeg. En de winnaar krijgt, uh, wordt uitgenodigd in een uh, koers in Europa. En, uh, je mag dan in de auto zitten als een tijdelijke director of strategy, dus een koersdirecteur. Hoe leuk is dat? En, uh, hij wordt ook getold in een SEC Racing Academy uitrusting. De tweede krijgt uh, ook een uh, polo shirt van de ploeg. En, uh, even kijken, een drie pak, dus uh, ja, drie paai kousen van de SEC Racing Academy ploeg. En ook nog twee bidons en de officiële pet. De derde krijgt ook twee bidons en een officiële pet. En ook nog die drie paai kousen. En de vierde tot de vijftiende moet het doen met twee bidons en een officiële pet. Dan gaan we eens kijken hoe het toernooi in zijn werk gaat. En uh, ja, je moet je natuurlijk inschrijven door het uh, registratieformulier in te vullen. Dat is dat hier, die je hier vindt op de tweede link. En uh, ja, je zal dit hier dan allemaal moeten invullen. En uh, ja, dus, uh, dat wil zeggen uh, dat je dan ingeschreven zal zijn. En, uh, het wordt gespeeld met de SEC Academy ladder, ladder Database, en dat wil zeggen dat iedereen met dezelfde stad speelt. Dus uh, iedereen zal met dezelfde stad spelen, dat betekent dat er niemand voordelen heeft met, door met een betere ploeg te spelen of een slechtere ploeg. Dus dat is wel leuk. Degene die het spel zal hosten, ja, die wordt op minstens 24 uur op voorhand bekendgemaakt. Op de Discord server. En de Discord server breek je door hier op de derde link van die tweet te klikken. En dan kom je hier in Discord terecht, en dit is hier de Discord server. En uh, ja, ben net ook let hoorden daarvan. En ook het registratieformulier staat hier, dus dat is wel redelijk goed. En uh, voilà. Er staan hier nog niet al te veel. Maar ja, het is ook net uh, bekend gemaakt, dus uh, dat valt nog heel mee. We gaan verder. En uh, de lobby creation, even kijken, zaterdag 4 mei om 1 uur, de room zal geopend worden door de host. En uh, uh, alle members, of ja, alle leden die mee moeten doen, moeten present zijn en dan wordt het spel gestart. En uh, als het uh, na een kwartier, of als er na een kwartier niet iedereen is, dan uh, kunnen we even kijken... Of ja, iemand van de organisatie kan een uh, uh, ja, uitstel geven, maar uh, anders uh, wordt er gestart zonder die mensen die niet aanwezig zijn. Dan met een game crash, ja, dat kan natuurlijk altijd nog gebeuren. En uh, Procycling Manager, Dan, uh, ze zijn natuurlijk wel ingebouwd in game. Dus uh, wanneer je eruit crasht, kan je altijd terugkeren. En uh, ja, de, even kijken, maar je mag dan wel niemand de snelheid van het spel verhogen, anders zal hij gesanctioneerd worden met de, in, uh, in de vorm van punten van de wedstrijd. Als je dan terugkeert, of altijd hier ook nog belangrijk, als je denkt dat je of de, iemand moet wel crashen, of het spel laat crashen, dus bijvoorbeeld omdat zijn kopman gevallen is of iets in die aard, dan uh, Kun je de organisatie op de hoogte stellen. En die zal de speler sanctioneren. Dan even kijken. Reentry. Dus als je gecrashed bent. Je moet dan binnen de 5 minuten weer aanwezig zijn. En uh, dan gaan we even kijken. Dan uh, als hij na 5 minuten niet aanwezig is. Dan mag het spel gestart worden. halingen. Dan uh, dat is voor de host voor jou, die moet de herhalingen opslaan en de herhaling of, of, uh, doorsturen naar dat e-mailadres van de organisatie. En de andere spelers, dus die niet hosten, worden geadviseerd om screenshots te maken van de instand en de teamrangschikking. Dan uh, hier als er gesellen zijn, dus als er problemen zijn. Dan uh, worden die herhalingen en screenshots gebruikt om tot een beslissing te komen. Dan hier de Discord server, die ik daar zo net getoond heb. Iedereen die meedoet, moet wel meedoen of uh, lid worden van die Discord server. Dan de gameplay, dat is misschien wel belangrijk. Ik heb het ook nog niet gelezen, dus we gaan hier samen even doorgaan. Uh, elke speler is vrij om te spelen zoals het spel het toelaat, ja dat leek me re redelijk logisch. Teamplay is verboden, dus je mag niet met een andere speler samenwerken. En uh, als je, maar ik vraag me af hoe ze dat gaan controleren, de organisatie wel not, of zal de, degene die dat doen straffen door hen uit de competitie te halen. Maar leek me toch al redelijk onmogelijk om dat uh, te doen, want ja. Hoe zie je als iemand samenwerkt, je kan toch gewoon aan kop rijden voor jezelf ook. Dan uh, de settings, even kijken wat er hier staat, uh, de, de pc wordt op easy gezet, dus dat, uh, dat ze geen impact hebben op de andere spelers, dat is natuurlijk ook wel goed. Fall rating, dus de val frequentie moet op 1 gezet worden. Dan uh, race day conditions en feeling good must be deactivated dus uh, dat iedereen uh, dezelfde vorm heeft. Random fitness ook weg ermee want uh, ja dat iedereen met dezelfde condities aan de start staat natuurlijk. En dat hier multiplayer passive AI must be deactivated oké okay, ook goed dat zijn allemaal instellingen die je kan instellen in PCM natuurlijk. Dan heb je wegwedstrijden zij speelt op maal 1 gamespeed, dat is redelijk traag, voor het hele, of voor de hele red. Oké, okay. dus iedereen die de speelsnelheid verandert, zal gesanctioneerd worden. Tot zover de gameplay. Dan hebben we nog het competition format, dat is hoe er gespeeld zal worden. Even teams, ja, dat is al, zoals daarnet net al gezegd, met een custom ladder database, dus iedereen met dezelfde stad. Dus dat is wel goed nieuws. Ik denk dat het zelf allemaal de renners van SEC Racing Academy zullen zijn. Aangezien zij. Of ja, dat staat hier waarschijnlijk zelf. Ja, inderdaad. Exactly the same riders to pick from the SEC Racing Academy cycling team. Dus ja, dat is uh, natuurlijk logisch, want aangezien ze deze competitie sponsoren. Dan de wedstrijden: uh, twee delen blijkbaar: een qualifier stage en dan een final. En die wordt uh, gespeeld op, de, op het WK parcours van 2018, dus in Innsbruck was dat denk ik. En uh, even kijken, de qualifying stage bestaat uit 15 teamlobbies met 5, ah, de 5 monumenten. Dus, um, dus uh, je wordt ingedeeld in een groep en uh, ja, dan zal je moeten uh, een van deze wedstrijden rijden waarschijnlijk. Ja, je zal één van deze wedstrijden moeten rijden. Milan Sarimo, Ronde van Vlaanderen, Paris-Roubaix, Leuk Bas, Leuk of Ronde van Lombardijen. Dan uh, even kijken, de hoogst geplaatste ploegenprestatie on a points basis. Dus ja, het aantal punten dat je krijgt Wel, je zal doorgaan naar de finale. Ja, dat lijkt me allemaal logisch. Uh, even kijken wat hier verder nog staat. Niet speciaal. En dan de tiebreakers als je gelijk staat. Dan wordt er gekeken naar de hoogste positie van een individuele rijder. En dan ook de best geplaatste in de ronde van Lombardije. Ah ja, dan zal je waarschijnlijk al die klassiekers moeten rijden. Dat is Milan Sarimo, Ronde van Vlaanderen, paris leuk Luikbaas, en Ronde van Lombardijen. Oké, okay, dat is leuk. En dan de finale. Dan uh, wordt het op het WK gereden natuurlijk. Er wordt ook maar één wedstrijd gereden op het UC Road World Championship Parkour van 2018. Innsbruck dus, zoals ik zo net gezegd heb. En uh, ja, natuurlijk, uh, ah, daar telt enkel de eerste plaats. Dus... Als je de koers wendt met de en dan heb je gewonnen en mag je sportdirecteur spelen bij de SEC Racing Academy. Dus dat is wel een leuke competitie, natuurlijk. Zeker met de eerste prijs. Echt wel een leuke prijs om de SEC Racing Academy eens te volgen tijdens de wedstrijd. En dan nog eens in de auto van de sportdirecteur. Dus dat is wel redelijk mooi en redelijk goed meegenomen, maar ja winnen dat is natuurlijk wel moeilijk, maar als je niet meedoet kun je niet winnen, dus als je wel meedoet ga je naar de Twitter account van Tour de France Video Games kun je hier de tweet van 21 maart kun je via die tweede link een registratieformulier invullen, dan moet je ook inschrijven in het Discord kanaal, doe je door de derde link te klikken en uh, dan kom je hier op dit Discord kanaal terecht, waar je trouwens ook het registratieformulier vindt. En uh, ja, dan is het wachten tot 4 mei. En dan kan je meedoen. Een hele dag PCM spelen. En met als hoofdprijs een dag in de sport of bij de sportdirecteur van Sect Racing Academy zetten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag.